Ik vind Nederland is een prachtig land als het gaat om audiovisuele productie. En de mensen die aan werken, dag en nacht, overal. Of dat nou hyperlokaal is als lokale omroep, tot en met wat hier gebeurt op het Mediapark. En online, offline. Het is echt, we hebben echt een fantastische kwaliteit. Daar mogen we best trots op zijn. Welkom bij BM Talk. Vandaag is bij me aangeschoven in zijn eigen clubhuis in Beeld en Geluid. Eppo van Ispen tot Zevenaar, de directeur van Beeld en Geluid. Eppo, welkom. Ja, jee, gewoon thuis. Ja, je zit, ja, we zitten gewoon bij je thuis. In de huiskamer thuis. Nou, zeg, wat notabene. Ik moet zeggen, het ziet er heel... Ja, ik ben eigenlijk wel blij mee. Ik denk dat je blijft zitten ook. Ik weet niet wie je volgende gast, maar ik blijf gewoon bij zitten. Ja? Goed zo, goed zo. Het nieuwe museum gaat bijna open. Ja. Nerveus? Nerveus? Jeroen, man, ik doe geen oog meer dicht. Dit is natuurlijk toch het grote stressmoment ook voor gewone mensen zoals ik. Die natuurlijk uiterst cool overkomen, maar intern natuurlijk branden van, niet alleen enthousiasme, maar ook van, jeetje, komt het allemaal wel goed? En ik ben niet de enige, hè. De head designer, Pieter van der Heijden, die ook de eerste experience heeft gedaan, die zei, ik doe echt geen oog meer, gaan de mensen dit wel een fantastisch museum vinden? Mensen vinden het helemaal niks, zo'n gevoel. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik minder. Ik denk dat het hartstikke mooi wordt en geweldig. Maar we hebben dit uit en ten aan getest. En het is gewoon heel complex. Het is softwarematig complex. Het is inhoudelijk ook best. Je moet even je weg daar ook als bezoeker in vinden. En we hebben in oktober dan een hele grote testdag voor de familie gedaan. En de mooiste opmerking vond ik van een van de collega's. Die zei aan het einde, ja, ik dacht dat de familie wel wat milder zou zijn. Want... niets deed het. Dat is eigenlijk heel bot gezegd. Maar het was gewoon... Ik dacht ook, nee, we moeten bij hem misschien helemaal niet open als we die niet goed krijgen. Nou, er is dag en nacht gewerkt aan alle dingen die daar naar boven kwamen. En we hebben vorige week met het personeel eens een keer... in plaats van een nieuwjaarstoestand waar we laveloos aan de bar hingen... kijkend naar wat het jaar ons moest gaan brengen... zijn we dat museum gaan testen met z'n allen. En ik kan zeggen, ook de meest kritische collega dacht bij zichzelf... Oké, dit is echt wel... man. En ik ook. Ik vond het echt wel... Ja, ik ben, dus in die zin, zenuwachtig, maar ook echt wel blij vooruitkijken... en met heel veel vertrouwen dat er iets heel moois komt. Ja, er is al veel over gezegd en geschreven. Zeker. Over dit museum waar naartoe. Ja. Maar waarom moet iedere Nederlander hier naartoe? Omdat je hier echt te maken krijgt met... het is gewoon hartstikke leuk, dat is één. Dus het is gewoon leuk. Je hebt daar je hebt er gewoon heel veel plezier als je er bent. Maar je leert ook echt een aantal dingen op een hele vrij natuurlijke manier. Vooral wat media met je doet. Maar wat jij ook met die media doet. Hè. Vroeger was het zo, je kreeg een krant. Nou, dat was het. En die las je. En daar had je niet heel veel invloed op. Maar tegenwoordig met alle sociale media, met alle algoritmes die daarachter hangen, gebeurt er natuurlijk van alles. En jij krijgt bijvoorbeeld niet dezelfde nieuwspagina als we naar dezelfde app gaan of dezelfde website als ik hem krijg. Dat is echt anders. En je leert veel beter hoe nou dat nou precies werkt. En wat jouw invloed daarop is. Ja, je krijgt echt een persoonlijke ervaring. Ja, het is ook met een app downloaden, met gezichtsherkenning. Dat je echt een persoonlijke belevenis krijgt. Ja, helemaal. Ja. Dus je moet wel, je kan alles wat je invult... Kijk, we proberen ook nog te kijken wat kunnen we weten over je op het internet. Maar het belangrijkste is dat je zelf zo goed mogelijk je spulletjes invult. Dan krijg je de beste beleving. Ja. Op hoeveel bezoekers per jaar mikken jullie? Laat ik het vooral hebben over langer dan alleen per jaar. Want dat vind ik tot nog toe bij het Oude Museum zijn er 1 op de 5 Nederlanders is geweest. En het streven hier is dat in ieder geval minstens te verdubbelen. En wat mij betreft komt elke Nederlander is 1 keer in de periode. Ik ga ervan uit dat dit nog 10 jaar staat, deze experience. Dat weten we niet precies. Maar dat in die 10 jaar hebben we heel Nederland over de vloer gehad. Ja, en het liefst 2 keer. Ja. Want hoe erg is het als dat niet lukt? Nou, niet erg. Onze missie is dat wij bij Beeld en Geluid zeggen... iedereen nemen we mee in media. Omdat het belangrijk is om te begrijpen wat media met je doet. Ja. We zijn het clubhuis voor de omgeving, zeggen ze altijd maar weer. Ja, en dan zou het fijn zijn als je ook echt iedereen in dat museum hebt gehad. Ja. Maar het is geen ramp. Nee.
En dan wil je natuurlijk toch wel weten, want dan zeg je, ja, maar je hebt nog niet, hoeveel bezoekers dan op jaarbasis? We zitten nu volgens mij in het idee, dan moet je in ieder geval op zijn minst starten op 250.000. Maar ja, ik denk dat dat heel snel omhoog gaat. Okay. En stel dat er maar 3 komen, dat kan ook. Hè? Ja, dan, misschien dat we dan iets gaan veranderen, maar ik heb er echt vertrouwen in dat het komt. Ja. Ja. En dan de typisch Nederlandse vraag. Wat heeft deze hele operatie gekost? Wat mag gekost? Ja. Heel veel. Ja. Nou, eigenlijk als je kijkt naar wat er staat en hoe het is gedaan, vind ik relatief heel weinig. Want dat is echt heel knap gedaan door het projectteam wat erop zat. Maar alles een beetje bij elkaar opgeteld, 23 miljoen euro out of pocket. Ja. Oké. Okay. Ja. En daar zit ook een sponsoring in. Hè? Aantal grote partijen die hebben zeker. Zeggen. Partijen als Axo bijvoorbeeld. Ja. Want je weet ook verf. Precies. We hebben hele mooie... Philips die levert al die grote schermen. Ja. Nou, zo kan ik eindeloos doorgaan. Ook de partijen die zelf hebben gebouwd. Bijvoorbeeld dan Beam Sisters, Bruns of Redrum. Een speciale combinatie. Ja. Die hebben allemaal dingen geleverd. We krijgen Tackle, dat is heel bijzonder... Die doen in hologrammen. Ja. Tackle zit hier in Hilversum. Nou ja, zo kun je het zo gek niet bedenken. De Vriendenloterij natuurlijk. Die hebben enorm bijgedragen met die gift van 1 miljoen. Dus ja, daar is... ik kan niet zeggen, het is ook echt iets van de omgeving. Ook echt iets van de industrie. En zonder die partijen hadden we het ook nooit kunnen doen. Nee. Maar jij slaakt de zucht van verlichting als het 12 februari is, denk ik. Dat is de vraag. Want 11 februari komt natuurlijk eerst... die zucht van verlichting is als... eigenlijk aan het einde van de dag... of de eerste bezoeker naar buiten komt op 11 februari. Dus ja. Maar als hij naar buiten komt en denkt... shit, ik moet nu alweer weg hier. Hoe jammer is dat? Ja, ja. En als ik die dan meteen weer 12 februari weer terugzie... dan ben ik echt heel blij. Ja. Nou goed, het beeldengeluid is veel meer dan het museum. Ja, uiteindelijk absoluut. Is de officiële functie, of de oorspronkelijke functie... het bewaren van ons erfgoed. Ja, ja. De schatkamer zijn. Ja. En wat kun je daarover vertellen? Wat gebeurt daar allemaal op dit moment? Nou, dat eigenlijk best wel veel. In de tijd dat dit gebouw openging met de eerste experience 2006... dat was... dat was heel bijzonder. En het archief hier ook, hè, dat is als basis gebruikt. En dat is ook nu weer als basis gebruikt in het nieuwe museum. Maar dat is natuurlijk wel echt letterlijk waar we op gebouwd zijn. Dat is eigenlijk op dit moment heel beperkt toegankelijk. Hè. Je kunt wel naar bijvoorbeeld onze collectie thuis zoeken. En dan krijg je van alles, maar je krijgt niks te zien of te horen. Daar zitten allerlei rechtenrestricties op. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar dat is eigenlijk doodzonde, want we hebben zoveel mooi spul daarin zitten. Zoveel fantastische dingen waarvan eigenlijk te weinig mensen weten wat zit erin. En vooral te weinig mensen kunnen zien en of horen wat dat is. Nou, daar hebben we nu met dankzij, ik kan niet anders zeggen, het huidige kabinet die dat belangrijk vonden. In een kader van een soort van geheugen van Nederland. Het project echt de schatkamer, want wat er... Wat niet kon in de tijden van beelden voor de toekomst, weliswaar digitaliseren, maar niet openstellen, dat gaan we nu in retrospectief wel doen. En dat betekent dat jij, meneer Tenel, hier tegenover mij gewoon thuis ook kunt snoeven en zoeken in dat ongelooflijke archief, die onuitputtelijke inspiratiebron van de eerste beelden die we hebben. En dat zijn beelden van het eind 19e eeuw tot en met letterlijk wat we op dit moment in het archief instroomt. En dat is echt fenomenaal. Ik hou nog wel eens een praatje zo hersen op de tv, voor de radio of anderszins voor de media. En dat is altijd aan de hand van die wat ik daar zelf in vind. En het is gewoon verslavend. Omdat anders dan bij YouTube, wat ook, of TikTok of noem maar op. Dit is echt Nederland. En met door een unieke geschiedenis van wie we zijn, van wat we hebben gedaan... tot idiote gekke filmpjes. Ik heb een privélijst, noem ik dat altijd. Dus dan heet ook te gekke fragmenten voor ooit. Ja. Dat is inmiddels een hele lange lijst aan het worden... omdat er zitten zoveel te gekke fragmenten in. En ik gun het iedere Nederlander om daar toegang toe te hebben. Ja. Wat mis je nog en zou je nou echt dolgraag willen hebben? Dat ik denk van... Aan programma's. Aan iets archiefmateriaal. Wat wij echt heel jammer vinden, waar we wel goed in gesprek over zijn,
is dat natuurlijk alles wat de publieke omroepen doet, dat zit hier gewoon in. Ja. En ook een aantal andere dingen. Hè, we doen games, leggen we je vast. En je kunt, we bewaren je ook voor de eeuwigheid. Maar alles wat de commerciële stations zeg maar maken en produceren, als het gaat om Nederlandse product, ja, dat, daar is geen wettelijke basis voor, om, voor ons om dat vast te leggen. Dat doen we wel. En dat doen we omdat we dat belangrijk vinden. Maar we zouden het liefst willen dat dat ook zo is. Want stel, hè, bijvoorbeeld, neem een grootheid. Nou, Paul de Leeuw is een mooi voorbeeld. Die is bij de publieke omroep begonnen. Gaat dan naar de commerciële. Ja, bijvoorbeeld, ja. In feite zijn wij dan zijn werk kwijt. Het is dat we dat weliswaar met afspraken inhalen, zeg maar, zoals het is. Maar ja, er is geen grondslag voor. En dat vinden we heel jammer. Dat zou je graag geweldig willen zien. Nou, we zouden willen wat, wat je bijvoorbeeld in Frankrijk heb je beeld en geluid, heet daar INA. Ja. En dat eigenlijk in alle landen en zo, die hebben een zogeheten dépôt légal, oftewel legal deposit, dat is een wettelijk depot. Ja. Zodat alles wat gemaakt wordt, commercieel, publiek, maakt niet uit, wordt vastgelegd voor de komende generaties. Okay. Wat de KB zeg maar doet voor boeken. Dat zouden wij eigenlijk voor alle media willen zijn in Nederland. Okay. En ook voor de KB geldt overigens dat daar geen wettelijke status voor is. En dat is heel Nederlands. Omdat erfgoed, ik moet niet uitleggen als ik zeg dat ik archivaris ben, dan denkt iedereen op het feest, oh mijn god, de archivaris. En wat doe ik hier? Maar mijn enige avond uit en ik sta naast de archivaris, dat verhaal. Maar dat erfgoed, dat is in andere landen wordt het als het hoogste goed gezien. Ja. Als iets, je hebt dat heel nodig. Ja. En ik denk dat we dat zou ik heel fijn vinden als we die commerciële kant ook gewoon. Dat daar geen gedoe over is. Hey, beeld en geluid speelt ook een belangrijke rol bij het verbinden van de vakbedoelers. Ja. Wij zijn een vakmedium als BM en wij proberen ook die rol te spelen. Ja. Daar vinden we elkaar ook heel erg in. Ja, precies. Ja. Dat professionele verbinden met jullie producten en zo. Ja. Wat kan daar beter? Wat nou, moet daar beter? Kan natuurlijk heel veel beter. Hè? We hebben een bepaald systeem, Daan, wat we continu verbeteren. We werken aan iets waar de wetenschap nu mee werkt. In een soort van beta-versie, dat noemen wij de mediasuite. En dat is het verbinden van allerlei databases met allerlei interessante materiaal. Waardoor je bijvoorbeeld veel betere datajournalistiek kunt doen. Veel beter toegang hebt tot bepaalde dossiers. Noem het maar op. Dus dat kan beter. Daar werken we ook heel hard aan. Daar doen we ook veel mee. En niet onbelangrijk is het toch om te zeggen is dat. Want dat, we hebben al heel veel gedaan. En wat je merkt, en dat vind ik toch wel mooi om dat hier te zeggen, dat we een soort van best year yet hebben gedraaid. Hè? Als het gaat om gebruik van het archief door de media, door de professionals. Ja. Dus we draaien er echt goed mee. En dat is fijn voor ons, want dat is onze taak. Het is fijn dat we echt veel zichtbaarder zijn, letterlijk. Ja. En het is ook fijn voor de rechthebbenden, want die verdienen daardoor gewoon ook wat meer geld, zeg maar. En, dus dan ligt niet ergens op een plank onderop, maar nee, het is echt. Dus ik denk, dat doen we echt wel een stuk beter. Maar goed, dat kan allemaal nog beter. Dus ook de toegang verlenen. Zorgen dat je erover kan beschikken. Ook in de juiste formaten. Ja. Je ziet dat bijvoorbeeld technisch gezien de professionals soms nog wel eens gaan van, we hebben veel op 2K, maar we gaan over naar 4K. Nu is dan voor de consument 8K beschikbaar. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk, voor alle archieven is dat een horror. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, daar kijken we naar. Oké. Okay. Daarnaast, voel dat je iets wil zeggen, daarnaast doen we natuurlijk heel veel op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ik denk dat we daar een van de leidende partijen zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook wel wereldwijd. En met name als het gaat om beeldherkenning, dat soort dingen. Nou, daar zijn we heel veel op dit moment aan het ontwikkelen. En dat hopen we eigenlijk zo snel mogelijk terug te geven naar de mediaprofessionals. Oké. Okay. Ja. Okay. Dan ben ik wel benieuwd naar waar daartoe gaat leiden. Ja, dat is heel mooi. Waar daartoe gaat leiden is dat je de combinaties kunt maken. Dat je is dat zoeken bij ons al best wel heel bijzonder. Dat gaat heel goed. We hebben dat heet dan een thesaurus. Kun je niet te veel vermoeien, maar het is heel belangrijk dat je goed aangeeft wat dat tunnel ook juist geschreven is. Maar zelfs als je het verkeerd schrijft, dat we het toch nog weten te vinden. Ja. Maar dat je ook op wat je op je mobiele telefoon soms wel hebt. Bijvoorbeeld de iPhone heeft in de foto's app kun je zeggen, geef mij dak. Een dak.
Dus tik je gewoon in en dan krijg je alles in beeld... waar de kunstmatige intelligentie een dak in ziet. Nou, dat hebben wij ook. Dat doen wij ook. Hè. Geef mij mensen met een bril, bijvoorbeeld zoals jij. Of met een best wel een goed modisch jasje. Hè. Dat je op dat soort dingen kunt zoeken. Of een pen van links naar rechts. Dat je veel meer je beschrijving ook echt in beeld wordt gevonden. Okay. Hoe lang wil jij nog door, Eppo, als directeur van Beeld en Geluid? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik een van de leukste banen heb ter wereld. Laten we dat voorop stellen. Dit is echt voor mij een eer en een genoeg om hier leiding aan te mogen geven. Omdat je met heel veel plezier... je weet met hoeveel kwaliteit mensen bezig zijn. Met mensen passie. Nou, noem het allemaal op. Ik vind Nederland is een prachtig land als het gaat om audiovisuele productie. En de mensen die aan werken, dag en nacht, overal. Of dat nou hyperlokaal is als lokale omroep tot en met... wat hier gebeurt op het Mediapark en online, offline. Het is echt, we hebben echt een fantastische kwaliteit. Daar mogen we best trots op zijn. En het is heel fijn om daar de archivaris van diensten van te zijn. Je hebt echt schatten onder je. Dus dat is gewoon heel eervol. Ik ben wel van mening dat het zo moet zijn... dat het instituut niet aan mij alleen hangt... maar dat hangt aan wat we zijn. He, dat clubhuis voor die media... voorlopig hebben we nog wat dingetjes opgestart. En ik ben altijd, dat weten ze mensen ook wel vaak, na 5 jaar denk ik, dan moet je gewoon moven, want dat is goed voor iedereen. En dan ben ik eigenlijk een beetje lost, want dan denk ik, wat dan nu? Ja. Maar daar heb ik dat nog toch echt nooit een probleem mee gehad. Dat kwam altijd goed. Maar er zijn nog een paar dingen die uitstaan. Ik ben hier letterlijk nou bijna 5 jaar. En dan... zeker nog... Museum open. Museum en dan... open. Nog een paar andere dingen. Er staan een paar hele grote projecten ook voor dit Mediapark. Ja. Dat zijn echt grote projecten die van wezenlijk belang zijn voor die industrie. Waar Beeld en Geluid ook een grote rol in heeft. Ja. Die hebben vooral te maken met die kunstmatige intelligente zaken die spelen. Noem het maar een immersive... media-achtige dingen, zoals een groot XL-lab waar we dingen ontwikkelen met de beste partijen die er in Nederland zijn. Ja, daar wil ik graag nog in ieder geval bij zijn om daar een positieve duw aan te kunnen geven. Oké, wordt het niet tijd voor een eigen tv- of radioprogramma? Zo langzamerhand ook. Dat wil ik Nederland echt niet aandoen. Want je bent van oorsprong maker. Ja, zeker. Nee. En dat kriebelt ook wel. Precies. En dat kriebelt vooral als je door het archief gaat. Want dan zie je opeens, man, wat een ongelooflijk veel mogelijkheden heb je met die oude fragmenten. Wat kun je daar veel moois van maken? En dus dat heb ik nu ook zelf voor mezelf. Ik heb dan echt, geef me gewoon, gooi al die afspraken uit. Dan ga ik gewoon 5 dagen nu storten om een mooi programma te maken vanuit het archief. En dat kriebelt echt wel. In die zin zou ik er wel echt wel wat mee willen. Ja. Kijk, ik denk altijd... Je blijft toch maker. He, als je dat bent, dan blijf je dat. Dan wil je gewoon dingen maken, creëren. Dat doe je ook. Dat zit in je bloed, in je, om er iets mee te doen. Dus daar zit ik nog maar een beetje over na te denken. Oké. Zijn we nog iets vergeten? Ben je nog iets kwijt? Nou, had ik al gezegd dat ik van je hield. Altijd fijn om te horen. Ja. Nee, maar oprecht, nee. Ik volgens mij niet, Jeroen, maar... Het is gewoon mooi om als Beeld en Geluid, dat wil ook echt zijn, het clubhuis voor en van die media te zijn. Mensen hier te hebben, net zoals Broadcast dat doet. Ja, dat is gewoon BM, zeg maar. Ja. Het is gewoon te gek. En ja, ik ben nog één dingetje kwijt. Ja. Ik dacht daar het zit hier. Ja, dat is... wat ik nou leuk vind, het is hier in het huis. Maar wat ik er geweldig aan vind, zijn de mensen achter de schermen. Die kun je niet zien. Maar dat zijn een deel zijn gewoon de jonge gasten hier van het Mediapark... die hier bij de ROC gewoon hun opleidingen volgen... om makers te worden of dingen vast te leggen. Dus wat wij zien, dat wordt gedaan door de generatie van de nieuwe generatie, zeker. Ja, en hoe cool is dat? En dat doen jullie. En dat vind ik supercool. Dat wou ik ook even gezegd hebben. Leuk om te horen. Graag gedaan. Heel veel succes bij alles wat je onderneemt. Dat is nog heel wat. Ja, best wel. Oké. Ja. Je krijgt geen vrijkaartje, dat weet je. Oké. Dat kun je niet betalen. Ja? Dat vraag ik ook niet om. Oké. Tot zover bij BM Talk. Mijn volgende gast is voor jouw vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.